Welkom 4VWO. Wij gaan in deze video kijken naar paragraaf 5.3 over reactiesnelheid. Hoe bereken je de reactiesnelheid? Je zult zien, er staan wat nieuwe dingetjes langs qua berekeningen. Het is, als je eenmaal door hebt, niet zo heel erg moeilijk. Het ziet er eventjes in het begin lastig uit, maar aan de hand van een voorbeeld zul je zien, het valt allemaal wel mee. Nou, waar gaat reactiesnelheid nou eigenlijk over? Nou, reactiesnelheid gaat gewoon puur over de verandering van de concentratie van een stof in een bepaalde tijdsperiode. Het heeft dus heel erg te maken met, zoals je ook snelheid berekent bij natuurkunde, dan deel je de afgelegde afstand deel je door de tijd waarin die afstand is afgelegd en dan krijg je de snelheid eruit. Alleen gaan we nu niet de afgelegde afstand berekenen, maar hoeveel stof er is ontstaan of is verdwenen in die tijdsperiode. Nou, je kan bijvoorbeeld kijken naar de reactie van stikstof met 3 keer H2 en ontstaat er 2 keer NH3. En daar wil ik eventjes wat over hebben, over reactiesnelheid. Er is namelijk iets geks aan de hand als je gaat kijken naar de verandering van de concentraties van de stoffen bij sommige reacties. De concentratie waterstofgas zal namelijk minder snel afnemen dan de concentratie waterstofgas. Waterstofgas neemt veel sneller de concentratie van af per tijdsperiode. En dat is eigenlijk ook wel logisch, want per seconde zal er natuurlijk meer H2 verdwijnen, omdat er telkens 3 H2 moleculen verdwijnen per keer dat de reactie plaatsvindt, naar 1 en 2 molecuul. Dus de reactiesnelheid van H2 zal om 3 keer zo snel zijn als die van N2. Wat natuurlijk gek is, want het gaat om dezelfde reactie. Daarom corrigeren we altijd voor die coëfficiënten in die reacties, zul je zo zien. Nou, dat is wat ik hier eventjes verwoord. We gaan dat dus corrigeren. Nou, en daarnaast is het natuurlijk ook zo dat de reactiesnelheid altijd positief zal zijn. Deze stoffen verdwijnen, dus dan zou je eigenlijk het hebben over de verandering van de concentraties, dan hier negatief, maar na de peil van NH3 is juist positief. Nou, uiteindelijk is het uiteindelijk voor de hele reactiesnelheid altijd positief. Nou, zul je straks wel eventjes zien. Als we trouwens in een grafiek gaan kijken naar de reactiesnelheid, dan kan je ook behoorlijk wat uit afleiden. Als we bijvoorbeeld gaan kijken naar die reactie die we net eventjes hadden afgebeeld, van N2 met H2 met NH3. En je zet op x als de tijd uit en op de y als de concentratie van mol per liter, hoe dat verandert in die tijd. Nou, dan heb je in het begin heb je geen NH3. Ik heb hier de reactie ook staan, want dat is het eindproduct, dat is er in het begin nog niet. We doen een bepaalde hoeveelheid N2 en H2 in het reactiemengsel. Je zal 3 keer zoveel H2 als N2 in het begin willen hebben. Maar je kan ook natuurlijk een overmaat van 1 creëren. Nu hebben ze 0,8 mol H2 gepakt, 0,3 mol N2. En je ziet dat die H2, die lijn, heel veel sneller daalt dan die van N2. En dat komt omdat er per reactie 3 keer zoveel H2 is N2 verdwijnt. Dus daardoor lijkt die reactiesnelheid groter te zijn. Maar we corrigeren dat, het moet natuurlijk hetzelfde zijn. En je ziet in dezelfde tijdsperiode dat die NH3 langzaam zo toeneemt. Je ziet ook dat die lijn in het begin heel snel afneemt en langzaam, daarna wat langzamer. Dat komt omdat er in het begin hoge concentraties zijn. En je had vorig jaar al geleerd, hoge concentraties krijg je snellere reacties. De reactie H2 neemt steeds meer af, dus zal ook de reactiesnelheid lager worden en zie je dat die lijn ook steeds meer vlakker gaat lopen, niet stijl naar beneden. Dat soort dingen zie je er allemaal in terug. Dat zie je ook bij de NH3. Bij de N2 zie je dat ook natuurlijk. Nou, goed, dan gaan we eens eventjes kijken naar de berekening, want daar draait het allemaal om. In het algemeen is de reactiesnelheidsberekening weergegeven in Binance 37a. Daar kan je een beetje spieken als je het even vergeten bent. Ze hebben dan eventjes als volgt geformuleerd. Je hebt een algemene reactie waar een stof A met een stof B reageert. Ontstaat een stof C en een stof D. En er staan getallen voor die A, B, C en D. Die getallen hebben ze eventjes met letters weergegeven. Die M is dus 1, 2, 3, 4, 5 en de N dus ook weer een andere coëfficiënt. Als je dan de reactiesnelheid gaat berekenen, dan kan je dat met een van die stoffen uit de reactie doen. De reactiesnelheid S kan je berekenen door te zeggen, nou, ik pak de verandering van de concentratie A, die rechte haak, is mol per liter dus, gedurende de tijd dat dat erover deed. Dus concentratieverandering delen door de tijdsverandering. Maar dat doe ik dan altijd maal die coëfficiënt. Dus 1 gedeeld door die coëfficiënt. Dus als hier een coëfficiënt 2 is, dan doe je het keer een half. Dan doe je de helft ervan. Nou, en zo maar verder. En zo kan je het ook voor B berekenen. Daar staat trouwens een minnetje voor, omdat die verandering van de concentratie uiteindelijk een negatief getal uit zou komen. Als je de concentratie in het eind min het begin doet, zo is het gedefinieerd. En dan als je voor C de concentratie berekent, van eind min begin, komt daar een positief getal uit. Dus daar houden we gewoon een plus. En dan komt er overal een plus uit. Nou, het is heel ingewikkeld, ziet het eruit allemaal. Als we gewoon een voorbeeld doen, zul je heel snel zien dat het eigenlijk behoorlijk eenvoudig is dit. Nou, een voorbeeld op.
En daarmee ronden we het dan ook straks af. In een vat van een liter wordt 0,30 mol N2 gemengd met 0,80 mol H2. Hetzelfde als je grafiek net. Na 30 seconden is er 0,40 mol NH3 gevormd. Bereken de reactiesnelheid. Je kan de reactiesnelheid berekenen met één van de drie stoffen. Je hebt ze eigenlijk ook niet alle drie nodig. Toch gaan we dit met een B-delta-E doen. Ik zal op de toets ook altijd vragen van geef een B-delta-E schema hierbij. Ik wil dat je het volledige B-delta-E invult. En dan denk je bij jezelf misschien als je door hebt dat dit eigenlijk overbodig is deze stap. Maar die B-delta-E schema's die hebben we heel hard nodig bij het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 6 over evenwichten. Dan gaan we daar constant gebruik van maken. En dan heb je echt informatie over alle drie de stoffen nodig. Nu heb je het eigenlijk maar over eentje nodig. Dus dit is een aanzet tot de volgende hoofdstuk. Wat bedoelen we met het B-delta-E? In een B-delta-E schema vul je in wat er in het begin is van de drie stoffen. Dat kan je uit de tekst vaak al halen. Eind is duidelijk, is dus wat er aan het eind van de reactie is gevormd. Dat moet je soms een beetje uitrekenen, soms gegeven. En de delta, het verschil, dat is hetgene wat er dus gereageerd heeft. Dus wat reageert er? En het begin min of plus het verschil, dan kom je uit op het einde natuurlijk. Nou, gaan we even kijken naar de tekst. Vat is een liter, dus de molariteit, als we die gaan berekenen, is gewoon het aantal mol gedeeld door liter, is gewoon gedeeld door 1. Dus je hebt een delen molariteit al als je de mol weet. We hebben in het begin 0,30 mol N2 en 0,80 mol H2. Dat vul ik in mijn schema. 0,30 mol van die en 0,80 mol van deze. Ik laat de mol even weg, het is gewoon allemaal 1 mol, weet ik voor mezelf. In het begin is er natuurlijk niks van het eindproduct, want je begint met niks van deze. Dus je kan hier een nul invullen bijvoorbeeld, of een streepje, wat je wil. Er is niks. Dan staat er dat er na 30 seconden, die tijd gaan we uiteindelijk mee berekenen, we gaan nu alleen maar over de hoeveelheden mol, is er 0,40 mol NH3 gevormd. Dat woordje uitkomt volgens mij bij hier. Nou, 0,40 mol van deze is er aan het einde gevormd. En nu willen wij weten, hoeveel is er dan aan het einde van het N2 en het H2? Dat kunnen wij, willen we ook gaan berekenen. Nou, wat weet je, als er in het begin 0 mol NH3 was en aan het einde 0,40 mol, dan is er bij de reactie dus 0,40 mol NH3 gevormd. Daar zet ik een plusje voor, want dit is erbij gekomen. Alles wat hier na de pijl staat natuurlijk altijd een plusje als gevormd, maar voor de pijl, die stoffen verdwijnen natuurlijk, dus daar komt een minnetje voor te staan. Op die regel van die delta, het verschil, dat betekent wat er gereageerd heeft. En reacties vinden altijd plaats volgens de molverhouding in de reactievergelijking. En de molverhouding is 1, staat op 3, staat op 2. Dus als er 2 mol van NH3 ontstaat, weet je dat er maar 1 mol van deze is verdwenen. Delen door 2 weet je het aantal mol N2. Dus als ik die 0,40 deel door 2, dan weet ik dat er dus 0,20 mol van die N2 is verdwenen bij de reactie. Dat is logisch. Nou, H2, hoeveel is daar dan van verdwenen? Nou, 3 keer zoveel als van die N2. Of 1,5 keer zoveel. 2 staat op 3. 3 staat op 2 moet ik zeggen. 1,5 keer zoveel van de NH3. Oftewel, hier is dan 0,60 mol van verdwenen. Nou, kunnen we het uitrekenen? Er was in het begin 0,30 mol N2. Daar gaat 0,20 mol vanaf. Dus aan het einde van de reactie, op het moment dat er 0,40 mol van die is gevormd, is er nog 0,10 mol van deze over en is er nog 0,20 mol van deze over. Dit is dus niet het einde van de reactie trouwens, want er is nog wat van beginstoffen over. Maar na 30 seconden is dat de situatie. 0,40 mol van die, 0,20 van die, 0,10 van die. Nou, dat heb ik hier ook even ingevuld, dat schema. En als je dan de reactiesnelheid gaat berekenen, is het eigenlijk heel eenvoudig. Want de reactiesnelheid kan je bijvoorbeeld berekenen aan de hand van de N2. Je kan dat ook aan de H2 en H3 doen, komt exact hetzelfde uit. Je mag zelf kiezen welke je pakt. N2 is het makkelijkste. Als ik hem bereken aan de hand van N2, dan ga je dus kijken hoeveel is er weggereageerd in die 30 seconden. Nou, dat staat natuurlijk bij de delta. Er is 0,20 mol weggereageerd. Dus 0,20 is het verschil. Je kan ook die minder bij plaatsen, maar dan moet je weer corrigeren. Je wil altijd positief uitkomen, dus gewoon lekker een positief getal 0,20 invullen. Nou, de tijd waaruit hij over heeft gedaan is 30 seconden, dus je deelt het door 30 seconden en bam, er komt een antwoord uit. Dat antwoord is dan logischerwijs, omdat dit in mol per liter is, de N2 concentratie, en de tijd in seconden is de eenheid mol per liter per seconde. Maar die eenheid ga ik niet op afrekenen als je dat weglaat of zo, of niet goed noteert. Zou ik niet streng. Nou, dat is als je het voor N2 berekent.
omdat de coëfficiënt daarvoor 1 is, hoef je ook niet te corrigeren voor de reactiesnelheid. Wat bedoel ik nou met dat corrigeren voor die coëfficiënt? Nou, als we bijvoorbeeld voor H2 berekenen, dan doe je die reactiesnelheid keer een derde, omdat er een 3 voor staat, 1 gedeeld door 3. En de H2, hoeveel is daar nou voor van verdwenen tijdens de reactie? Nou, 0,60 mol. Dus dan 0,60 mol delen door 30 seconden. En dan kom je dus weer op dezelfde reactiesnelheid uit, want dat hoort ook zo te zijn voor alle stoffen. En daarom moet je dus ook weer een derde doen, dus komt er niet hetzelfde uit. Oh ja, die mol is trouwens telkens mol per liter, hè? Je moet mol per liter invullen, maar omdat het volume 1 liter is, kan ik gewoon bam, die 0,20, 0,60 invullen. Nou, voor NH3 dus hetzelfde idee. Hoeveel NH3 is er verdwenen tijdens de reactie? 0,40 mol, of sorry, ontstaan. 0,40 mol per liter. Deel ik door die 30 seconden. Maar ik doe het keer 1 gedeeld door 2, want ik moet hem nog eventjes corrigeren voor die coëfficiënt. Dus keer een half. En dan komt er weer diezelfde reactiesnelheid uit. Nou, de toets ga ik natuurlijk wel een reactie vragen waarbij er altijd overal coëfficiënten staan. Of ik vraag specifiek. Bereken reactiesnelheid aan de hand van de verandering van N2 of van H2 of zo. Dan moet je dus ook die coëfficiënt, dwing ik jou om die coëfficiënt even soms te gebruiken. Nou, ik hoop dat jullie hiermee die werkbladen kunnen maken. En dan zullen we daar in de les nog wel meer naar gaan kijken als dat niet lukt. Succes!